Hallo Spengers, Spengers, Spengamers, een nieuwe aflevering van Super Mario Sunshine. En ik deed niet echt mijn Mario stemmetje vandaag, maar dat komt omdat ik heb geen idee eigenlijk. En we gaan verder met episode 5, ja, King Boo, Down Below. En dit is waarschijnlijk de twee na laatste aflevering van Mario Sunshine. Ik denk dat we de hele aflevering met deze baas bezig zijn. De baas is niet moeilijk. Ik ben er gewoon slecht in. Ik ga eerlijk met jullie zijn. Ik heb eventjes geoefend. Heel privé met een van mijn nummer 1 fans. Ik zat gewoon op Skype en ging aan me bellen. En zei ik zo van, kom, we gaan Super Mario Sunshine spelen. En Jur was er ook en het was fantastisch. Nee, het was gewoon wel grappig. Het was wel even leuk. Eventjes deze baas geoefend. Ik wist niet eens hoe die moest. Eerst was ik gewoon een half uur lang aan het rondrennen. En toen vroeg ik aan die fans van, kun je even opzoeken hoe het moet? En dan iets zei. Toen zei ze zo van, ja, pepers en ananassen. En toen zoiets van, yes, natuurlijk. Hoe kon ik dat niet weten? Pepers en ananas is het antwoord op ieder probleem met monsters. Echt waar. Of ananas of pepers, maar dit is een heel erg groot monster, dus pepers en ananas. Mario, kom deze kant op, We komen natuurlijk weer in het vertrouwde casino des doods. Met heel veel boos deze keer. Vermont als blauwe muntjes bijvoorbeeld. Vinden ze dat leuk, dat is gewoon normaal. Als je boer bent is dat normaal. Ja, ik weet niet of je nog blauwe muntjes kunt krijgen door deze slotmachines te spuiten. Vast wel ergens. Nou, dat helpt niet echt mee hè. Misschien deze dan? Daar een blauw muntje voor? Nee, dat is geen blauw muntje. Ga uit, zomme vlam. Niemand mag jou. Dat lijkt niet op een blauw muntje. Hotse flotse. En... ai, dat is jammer. Oké, nu gaan we even wennen met het geheim. Wat valt jullie op als je dit hier ziet? Behalve het feit dat het niet draait. Nou, hey, zit er zit een hele grote M boven. Die heb ik serieus nog niet gezien. Ook niet toen ik aan het oefenen was. Dat is serieus de grootste M ever en ik heb hem gewoon niet gezien. Nou ja, vooruit maar. Muntje! Ah, hij viel in één keer op me. Ik ben bedorven onder de blauwe muntheid. Blee. Oké, dan moet je hier op het paarse vlak. Zie je, het paarse vlak is het enige paarse vlakje. Hop. Ja, bij de baas komen ze lekker niet moeilijk. Je hoeft alleen maar op het paarse vlakje te stompen. En dan komt de baas. Koning Boo. King Boo. Je kent hem vast wel als je Mario Kart Double Dash gespeeld hebt. Ik weet niet of je ook in Wii zit. Zou best kunnen. Hij is tenminste, ja, King Boo en Petey Piranha van de eerste wereld. Dat zijn twee gasten die ook in Mario Kart zitten. En de bos op zich is niet zo heel moeilijk. Ik weet niet of ik nu ook deze paarse ding moet improviseren. Nee, valt mee. Wat je doet, je spuit op hem, dan likt hij dit. Ja, spuit klinkt fout. Je moet ervoor zorgen dat je fruit gooit. Zoals nu gelukt is, geloof ik. Ja, we hebben fruit. Dat is mooi. Dan pak je het pepertje. Waarschijnlijk gaat het nu in één keer goed. Dat zou nice zijn. Zet hij in de fik. En dan pak je welke vrucht dan ook. Snel, Rick. Snel. Gooi op hem. Stommert. En dat doe je dan 3 keer. Maar ja, soms kan het heel lang duren voordat je fruit gooit. Dus het is best wel een lange baas. Lange Frans en baas B. Lange baas en Franse lessen. Oké dan. Vraagteken. Ja, random monsters uit het spel. Gewoon een random aantal monsters die in het spel voorgekomen zijn. Hier heb je dus ja, wat van die irritante bloopers, wat van die irritante vuurdingen. Ja, ik kan ze helemaal niet herinneren dat ik ze in het spel gehad heb, maar ja, het zal me wel. Wat andere spellen. Het zijn tenminste random dingetjes. Ik hou niet van random dingetjes. Zo'n octopus. Deze geeft als goed nog een muntje. Ja, nice. Hey, verbrand me niet. Hey, jongens, doe rustig. Ik zei rustig. Lijkt het rustig helemaal niet voor jullie. Zo, steeds stommers. En hij gaat weer weg. En hij komt weer terug, natuurlijk. Als je dus op deze dingen schiet, dan stoppen ze met draaien. Kan aardig handig zijn, vooral als je eenmaal fruit hebt. Dat fruit kan irritant wegrollen. Een stuk handiger dit. Even deze kunnen passeren. We hebben voor leuks gewonnen. Fruit, als het goed is. Als ik snel keek, zag ik fruit. Ja, dat gaat lekker, jongens. Het gaat helemaal niet slecht, in ieder geval. Oké, ja, soms dan absorbeert hij het opeens. Beetje raar is dat. Oké, waar is die andere? Daar is hij. Ik weet niet, je moet denk een maandje nog op zijn tong gooien. Nou, als je me vrij laat verdwijnen, ben ik boos, hè? Ja, hoppa! Tegen je bakken aan. Oké, nog maar 1 keer. Niet slecht, jongens. Bedankt voor het epische teamwork. Waarmee wij, Koning Boo, een poepje laten ruiken. Ik zal meteen even laten zien wat hij nog meer voor prachtige aanvallen heeft. Want ja, zijn aanvallen staan eigenlijk op het rad van Fortuin. Vraagteken, random gassies. Het zijn weer dezelfde. Nee, er zitten ook nog cheap cheeps bij. Cheap cheeps, jullie zijn gek, joh. Helemaal niet op het land, joh. Mafkezen. Nou, ik heb hier muntjes ervoor, dus. Het probleem is dus niet echt heel groot. Je krijgt aardig snel muntjes. En ja, als je het zat bent, moet je gewoon even water omspuiten. En dan heeft die ouwie. Waar is... oh, daar zitten nog wat van die dingetjes. Deze zijn van wereld 1. Irritante dingen zijn dat die gaan op je spuit zitten en dan kun je niet normaal water spuiten. Is niet zo leuk. Kom hier, stom paars. Ik haat paarse kinderen. Oké dan. Het is dobbeltijd.
Het is ananas tijd. Oké, okay, we kunnen hier gewoon boe afmaken als het goed is. Finish him. Oké. Okay. Peper, nee. Nee, hey, Griek, wat doe je? Pepertje. Petertje. Oké, okay, dat was een beetje skeer. Beetje skeer, beetje skill. Oké. Okay. En maak hem af, maak hem af. Haha. Verslagen. Wee, mooie pirouetjes maken. En hij barst uit elkaar. Yay, Shine. Daar is de Shine, jongens en meisjes. We hebben hem wel verdiend. We hebben goed gevochten tegen Koning Boo. En hij is eigenlijk, ja, in plaats van Petit Piranha komt 2 keer terug. King Blooper komt 3 keer terug, maar hij komt niet meer terug. En natuurlijk doe mijn pomp weer. Want sinds ik dat eenmaal door heb, moet ik het iedere aflevering laten zien. Dat Flut heel opgewonden wordt als je een Shine hebt. 71 Shines van 120, maar we gaan gewoon alleen Bowser verslaan omdat ik wat beters te doen heb. En 120 Shines is echt moeilijk, want dan moet ik per world helemaal bijhouden welke blauwe muntjes ik heb. Moet ik alle blauwe muntjes apart allemaal gaan opzoeken op het internet en zo? Nee. Zo zijn wij niet. Maar we hebben 6 minuten, dus we gaan zeker nog een level doen. En waarschijnlijk wordt de volgende aflevering dan de laatste aflevering. Nee, oké. Okay. Dit level duurt maar 3 minuten. Serena Beach schoonmaakt. Wel een moeilijk level. Ik moet me echt concentreren, anders dan gaan we niet halen. Je moet dus in 3 minuten moet je het hele, hoe je dit ook wil noemen, moet schoon in ieder geval. En dan zal ik je even een trucje voor laten zien. En sowieso heb je deze tonnetjes. Ik ga even dat tonnetjes pakken in het begin. Dat is handig. Je moet sowieso lopen en water spuiten tegelijk, zoals dit. Sowieso, welke kant je ook oploopt, gewoon water spuiten. Scheelt toch weer voor later. Je toekomst, zeg maar, wordt er beter door. Oké, okay, we zien dan wat van die tonnetjes. Staan eens op een paar van die paarse tonnetjes. Ga goed stilstaan voor een tonnetje, want je hebt ook dat je zo'n tonnetje kapot loopt. Als je er tegen op afrennen, je doet B om ze te gooien. Want B is namelijk ook duiken. En dan duik je ze kapot, ja, dat wil je niet. Stap eerst gewoon een beetje rond en ga naar de tonnetjes. Meestal gebruik ik zelf helemaal niet veel tonnetjes, echt 1 of 2, maar... Het is wel wat makkelijker, ik bedoel, ze zijn er niet voor niets. Oké, okay, dan gaan we deze eens heen gooien, jongens. Er waren nog veel van die prachtige troep. Ja, kijk daar. Hop. Flotsen, flotsen. Hier nog zo'n mooi tonnetje. Gooi daar even heen. Zo, stom, poep, spul. Oké, okay, nu gaan we maar een beetje rondjes rennen. Laten we gewoon beginnen met het strand schoonmaken. Je moet ongeveer 99% van het strand schoon hebben. Niet alles hoeft dus schoon. Dat je het wel eens even weet. Je kan aardig wat plekjes overlaten. Maar ik gok 98-99% dat ze dat gewoon hebben ingesteld. Dus ze hebben vast iets. Een soort van trucje, een bepaald soort code. Die berekent hoeveel procent van het strandje heeft schoongemaakt. En de helft van mijn tijd zit erop. Ik heb nog niet echt veel gedaan eigenlijk. Ik heb nog niet echt een goede zelfvoldoening op dit moment. Maar het strand is bijna schoon, dit deel. Maar ja, toen als kind was dit de enige missie waar ik niet voorbij kwam. Ik had echt 100 nog iets shines. Ik kon het spel niet uitspelen omdat je bij ieder level tot episode 7 moet komen. En ik was hier maar bij episode, 6. Weet je niet, dat is echt lullig. Dat denk je nu ook, ja, dat is best wel lullig. Dat is het ook. Maar het restje staat nu eventjes liggen, dat komt zo meteen wel. Even dit een beetje opruimen. Ja, fantastisch. Of niet, hè, jongens. Ik vind het prachtig. Als mijn strand er zo uitzag en een paar van een beetje elektrische troepen aan ziet van, dan zie ik wel door de oogjes. Nou, je ziet al vaker door je ogen, daar heb je ogen voor, maar... Hey, dat is niet leuk. Oké, dan gaan we dit even oplossen. Daar even eentje heen. Stom. Spul, overal. We hebben nog een minuut. Als ik kijk naar... De hoeveelheid troep, zou ik zeggen, dat gaat niet helemaal goed komen. Maar we zullen zien. Ik hoop echt dat het gaat lukken. Ik had het ook het weekend 1 keertje geoefend, geloof ik, op mijn andere Stefan. Dat ik het serieus met echt 3 seconden over had ik het gehaald. Dus ja. Dus het gaat wel heel close worden. Of we halen het wel net aan, of we halen het net niet, weet je. Maar ja. Voor de rest is het niet al te moeilijke missie, anders moet je het een keertje opnieuw proberen. Oh joh, we hebben nog 30 seconden. Nou, dat gaat wel lukken. Ik denk dat het gaat lukken. Maar hier is het, dit moet ook nog helemaal doen. Oh nee. Is hier nog veel? Nee, gelukkig niet. Nog een beetje water daar nog. Oh, mooi. Waarschijnlijk heb ik het ieder moment gehaald. Hoop ik. Oké, waar heb ik een grote... Oh, daar zit nog een heleboel. Soms spul aan de kant. Laat me het halen. Daar. Kom op, jongens. Schoonmaken voor je leven. Nee, letterlijk, voor je leven. Oh, hier zit het. Nee, het is nog veel. Nee, ik wist het niet. Sorry, ik wist het niet. Nou, dat mogen we lekker nog een keer gaan proberen. 2 keer is niet scheepsrecht, maar 2 keer gaat het hem wel worden. Anders dan, we moeten het nog een keer proberen. Ken je dat spreekwoord? Als het 2e keer niet lukt, moet je het nog een keer proberen. Dat is mijn eigen spreekwoord, namelijk. Tja, wat doe je eraan? Serena Strand. Ja, ik kom eraan. Ik ga je schoonmaken, strandje. Als je dat maar weet. Ja, het is handig om meteen wat van die tonnetjes te gooien, nu het nog een beetje skeer is. Strand is skeer.
Hey, bek toch, man. Zielig oude man dat je bent ook weer. We gaan even zo nog eens even wat tonnetjes pakken. We gaan onze tonnetjes maximaal benutten. Hop. Je moet ook hop zeggen trouwens. Dat is een kleine tip ook voor de andere gamers die deze missie echt moeite hebben met deze missie. Hop zeggen. Dat verbetert gewoon je prestaties. Je kan ook dat doen. Het gaat niet sneller of zo. Als je echt snel naar een tonnetje toe moet, dan is het handig. Daar is nog zo'n leuk tonnetje. Hallo. Hey, dat is niet lief. Echt, sommige tonnetjes kennen echt geen liefde. Dat vind ik niet zo lief van ze eigenlijk, ja. Ik wou het op een gemene manier beschrijven, maar ik dacht, ik kan ook zeggen dat ik dat niet lief was, vind dat ze geen liefde kennen. Maar dat vinden ze zelf niet, want ze kennen geen liefde. Het strand moet schoon binnen de tijd. En daar staat het liedje voor. Oh, hier zijn nog wat, aardig wat tonnetjes. Kijk, ik moet deze een beetje niet ver gooien, gewoon een beetje. Yep. Oh, hij heeft hem nu eens opgepakt. Oh, je moet springen en gooien. Dat moet, dat is een verplichtheid. Het hoort bij mijn plichten als schoonmaak loodgieter. Daar komt het wel op neer. Ik ben op dit moment een schoonmakende loodgieter. En waar is de logica? En waarom maken die mensen niet zelf schoon? Als ik in aanraking kom met deze stof, dan krijg ik een stroomstoot. Zij niet. Wie maakt het schoon? Ik. Because fuck logica. What the fuck? Gewoon een beetje zo. Water gaat wel aardig op. Zal ook gewoon de zee een keer kunnen laten overstromen, maar dat is minder cool, weet je. Het is minder cool, ik geef toe. Ik snap ook niet waarom zit er een tijdslimiet op. Waarom kan ik niet alles rustig gewoon schoonmaken? Waarom? Waarom ga ik dood als de tijd op is? Op is, om, af. Opgegeten. Honden. Katten. Je weet wel, alle soorten dieren die de tijd kunnen opeten. Kan jouw kat de tijd opeten? Laat een comment achter. Mijn kat kan tijd reizen, maar opeten? Doe niet zo mooi, joh. Oké, zo te zien. Staan we er aandacht slecht voor. Nou ja, het zijn aandacht, het zijn vooral kleine stukjes op dit moment die een beetje zo. Zo meteen moet ik het hele strand afrennen en van die kleine stukjes gaan doen. Niet echt handig. Het is handig om meteen alles goed te doen, maar ja. We hebben nog 48 seconden en echt alle grote delen zijn al zo'n beetje weg. Dus ja. Voor u de moor, hè. Ook maar een beetje weg. Ja, weten. Ik moet alleen dit nog, qua grote stukken. Nee, ik ga dit niet echt een groot stuk noemen, hè. Het eerste doen hier rond 2 minuten, dat is ook mijn record. Toen heb ik echt hardcore geen idee dat ik dat voor elkaar heb gekregen, hoor. Dus ga dan niet vragen. Of ik nog verdere tips heb. Ik denk dat we het ieder moment kunnen halen. Even kijken, waar is het nog een groot stuk? Tadaa! 25 seconden. Niet slecht. Oké, dikke. Hier met die Shine Sprite. Vatzak. Fantastisch, Mario. Nou, dank je, dikke meneer met een plant op zijn hoofd. Echt, waarom heb je een plant op je hoofd? Dat maakt niet uit, want... Oké, wordt moeilijk. Ik wil wel... Dat ding pakken met Flut. Oh, ik kan zeker gewoon springen. En Flut, wat ben je allemaal... Wat, het werkt niet? Nee. Flut, waarom heb je me zo in de steek gelaten? Oké, we gaan meteen door naar het laatste level van deze wereld. Shadow Mario. En dan wordt de volgende aflevering... Gaan we gewoon Bowser verslaan. Laatste aflevering van Sunshine. Laat meteen even een comment achter voor het volgende adventure spel die ik moet spelen. Dat ik een beetje weet. Het mag alles zijn, Gamecube, Playstation, nou ja, Gamecube en Playstation is beperkt tot het aantal spellen dat ik heb. Ik ga misschien nog wel ooit Uncharted 3 doen, dan moet ik die even kopen voor 30 euro of zo. Maar dat is in de verre toekomst. Uncharted is wel vet. Ik heb Uncharted 2, laat gewoon maar comments achter. Ik heb sowieso Rayman 3 nog, die kan ik misschien doen. Rayman 3 Woodlum Havoc. Rayman 3 heb ik, wat heb ik allemaal nog meer? Ik heb Donkey Kong Jungle Beat voor de Gamecube, met van die trommels. Maar dan gebruik ik gewoon mijn controller, wordt het wel heel makkelijk. Misschien dat ik gewoon de trommels gebruik. Moet ik ook ooit nog een keer doen, Mario Party, nee, is niet echt een singleplayer spel, zo niet echt een avonturenspel. Daar is die sukkel weer, laat hem pakken. Dat was de verkeerde spuit. That's what she said. Hey, dikke, kom eens hier. Zo kan ik je niet nap maken. Je bent wel heel snel kwijt in dit spel, kan ik wat vertellen. Oh, je hebt heel vaak een boost, gaan ze verkleden als nep Mario. Vind ik heel irritant. Is het ook. Zie je dat? Denk je, hey Mario, maar is het een boe? Waar is die flikker? Ik zag hem al naar beneden gaan. Als we dat rondje nou gewoon volhouden, vind ik het best. Maar wat? Hij stond gewoon stil en deed alsof hij dood was? Dat kan dan, dat kan niet. Ik heb thuis een comment gekregen van Harry Potter, maar die lezen we zo meteen wel. Hey gast, wat doe je nou? Oké, we houden je in de gaten hoor, als je dat maar weet. Oké, waar is hij? Wie wil de echte Mario nu opstaan? Haha, daar ben je. Waar ga je heen dan? Wat ga je doen dan? Waar is hij? Daar is hij. Hey, een M. Oké, die is helemaal beneden. Laten we die M gewoon even rustig wegspuiten in alle rust. Hey, een M. Hoe komt die daar nou weer?
Muntje tijd, muntje tijd, muntjes tijd. Muntje tijd. Salto, backflip, salto. Het is niet eens een backflip, salto. Oké, waar is die flikker? Shit just got serious. Zo, so, Spiepa, waar ben je? Ik hoor je teamsong wel, ik weet dat je bent. Nope. Hij zal wel op de tweede etage zitten. De jacht naar Mario hervordert zich. Waar is die flikker? Anus? Haha, ik heb je. Dat is een neppert. Hij is nep. Pak hem. Oh, is dat hem? Nee, die moet wel nep zijn. Hij is nep. Pak hem. Ik zie niks. Oké, nou dan denk ik dat hij nog steeds boven is. Wat heel raar is. Een glitchy. Dat is een rare kerel. Ik heb alle boost doden. Het zijn irritante gastjes. Oké, serieus. Waar is die? Mario, waar ben je? Nep. 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 Jij bent nep, jij. Neppert. Nepper, neppert. Nepper de neppert. Jij bent ook nep. Sterf. Dood aan de neppert. Hé, water. Dank je. Dank je. Ik heb echt even nodig, man. Dat moet toch ergens zijn? Dat is raar, want beneden hoor ik zijn muziekje, dus hij moet ergens beneden zitten. Zit hij daar bij de casino deur? Nee. Het meisjestoilet dan misschien. Kom hier, vies peuk. Ga bij het meisjestoilet vandaan. Nou, daar ben je ook al niet. Een rare gozer. Ik kan me herinneren dat hij hier echt heel maar ergens makkelijk stond. Dat ik dan niet hem zag. Ah, daar is hij. Wel lief dat je daar zat te wachten terwijl ik echt al één keer beneden was. En je deze van, ik wil even breken, hij is een goed kerel. Ik denk dat je iedere moment dood bent, jammer genoeg. Kun je heel lang wachten, want je ligt dan lekker op de grond en zo. Dan ben je mijn seksslaaf. Wat de... Ja, dat is het spel. Ik accepteer de faal van het spel. Voor nootjes. Oké, waar is hij nou weer heen? Hou de dief, hou de dief. Oh, gaan we hotelkamers binnen. Wil je seks of zo? Wat wil je nou eigenlijk van me, vent? Waar ben je dan? Waar ben je dan? Haha, je bent zo irritant, Rick. Ik ben helemaal niet irritant. Nou, met rust, man. Ik heb ook gevoelens. Nee. Haha, Flut is weer kinky bezig, jongens. Shine! En dan moet ik je nu iets vreselijks laten zien. Moet je zien, moet je zien. Een kleine nieuwsupdate uit de Delfino Plaza. Moet je zien. Ik kom gewoon weer terug in mijn wereld. Gewoon casual, weet je. Even terugkomen in mijn wereld. What the fuck? Shadow Mario, alweer. Ik heb net 5 seconden geleden verslagen, maar houd niet op. Hij kent mij bij mijn moves. Hij zwemt, zoals gewoonlijk, want hij kan heel goed tegen water. Zodat hij niet zijn zwakte. Gaat hij gewoon een vulkaan in? Is die vent crazy geworden? Oh ja, en de stad is overstroomd. Maar dat boeit niet zoveel. De stad is overstroomd. Ja, en dan kom je gewoon random hieruit. Dus we gaan de volgende aflevering verder met Super Mario Sunshine. Trouwens, stel. Jij speelt ook Super Mario Sunshine. Je hebt ook al last van de stad is overstroomd. Maar dat wil je helemaal niet, want je wil natuurlijk bijvoorbeeld gewoon terug naar... Even handig dit, even zo van... Handigheden voor de mensen die boos zijn die kunnen verslaan. Hij is aardig irritant, ik geef het toe. Even kijken, deze kant op. Stel je wil naar die wereld daar. Dat kan gewoon nog. Wat je dan gewoon moet doen is bijvoorbeeld naar even de vulkaan in van Bowser. En dan moet je er weer uit en dan kun je er gewoon weer rustig in. Nou, je kan deze wereld kun je dus niet in. De graffiti is weg ofzo. Je kan het tenminste niet in. Wat je dan moet doen is gewoon in de vulkaan gaan. En dan weer terug en dan is het water weer normaal. Om een of andere reden. Ik snap ook niet wat Bowser te maken heeft met het overstromen van een stad. Al die mensen staan nu trouwens op daken, is wel grappig te zien. Maar ja, ik bedank jullie voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gaan we de gemene Bowser Jr. en Bowser verslaan in Corona Mountain. En dan gaan we, ja, het spel afsluiten. We hebben een leuke tijd gehad bij Mario Sunshine. Het is echt een van mijn eerste, ja, het is mijn eerste Mario spel. Nou ja, Mario vs. Donkey Kong speelde ik eerst, maar... En Mario Kart. En eigenlijk heel veel shit, maar... Ja, ik had hem nog. Dat telt nog. Het is gewoon een goed spel. Heel veel critics zeggen dat het slechtste Super Mario spel is, maar ik vind het toch wel een van de leukere. Het is anders. Niet meteen slecht. Ik ben er weer heel slap aan het lullen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering slachten wij Bowser helemaal dood. We slachten hem tot hij dood is. En dan is hij dood. Even met deze meneer praten, hoe gaat hij met jou dan? I'm wondering if all my crazy was the way. Bedankt voor het kijken, tot de volgende aflevering. Doei!